Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken sabayon met vanilleijs en rode fruit. Wat hebben we nodig? Eidooiers, suiker, zoete witte wijn, vanilleijs, rode fruit en een wijnglas. We nemen ons glas en we gaan dat eerst vullen met ons rode fruit. Dus we hebben hier wat mooie framboosjes. Die doen we onderaan het glas. Blauwe besjes. Braambesjes. En wat jeneverbes. Dan nemen we een steelpan. Een steelpan met een ronde bodem. En een goede klopper. Dan nemen we onze dooiers. Doen onze dooiers erin. Suiker. En de zoete witte wijn. En we gaan eerst alles goed gaan mengen en goed gaan loskloppen. We zetten onze pot op het vuur. En we gaan eigenlijk op halve kracht zachtjes de sabayon gaan opkloppen in de vorm van een acht. De sabayon die is mooi opgeklopt, die is mooi luchtig. En je ziet dat als je met je klopper erin klopt, dan trekt hij van die sporen. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk goed is. Nog een klein beetje koud kloppen naast het vuur, zodat hij niet verder haart. We hebben hier vanilleijs. Nu gaan we met een lepel in warm water mooie bolletje vanilleijs op ons glas doen. En nu werken we de sabayon af. Een mooie lepel sabayon op onze vanille en onze rood fruit. Vers geklopte sabayon met vanilleijs en rood fruit. First class. Zeker lekker. Tot de volgende keer en smaak.